hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Wij zijn, nou ja, tenminste, ik ben wel vroeg wakker geworden. Mijn Nessie vet laat, omdat hij zich echt zo slecht voelde gisteren. Ik moest opstaan, want ik moest even een belletje plegen. Zeg maar, heb ik gedaan. Gisteren buikpijn had. Ja, Nessie. Nessie's buik was gisteren groter dan zijn kont, omdat hij gewoon niet kon poepen. Mijn buik was zo groot. En hij liep ook echt, zeg maar. Hij liep zo. Hij liep zo. Ik ging stuk. Maar, wat ik wil zeggen, wij gaan even vertrekken. Want wij moeten onze huurauto die we even hadden, die Mercedes, even inruilen voor een andere auto. Want deze was maar voor even. En aangezien we allebei nu even geen auto hebben, ja, echt toevallig weer. Wij zitten echt altijd zo. Wij hebben echt zo geen geluk met auto's. Mijn is in de garage. Nessie's vorige auto was ook echt de hele tijd naar de kloten. Fuck cars, fuck em. We hebben gewoon geen geluk met auto's. Dus we gaan nu even weer richting Schiphol. Daar heb je zo'n car rent. Gaan we. Rotterdam Centrum worden. Rotterdam Airport. Nee, ik moet naar de airport. Ja, ik heb toch al gebeld. Hij zei Rotterdam Airport, want centrum is gesloten 12 uur al. Een airport is dat laat open. Dus daar gaan we heen, want we gaan even voor een wat simpeler auto. Dus dat. Ik heb een trui aan van de Zara. Best wel oud. Broek aan van de Zara. En gewoon laarsjes eronder. Ik had niet echt zin om me om te kleden. Oh, ben je ready? Zeg het maar zelf vandaag. Zeg het maar zelf vandaag. Wat zeg ik altijd in de lift? Goals! Leuk hoor, meer. Ah, ik ga stuk. Leuk hoor. Dat is zo'n geest in de lift. Ik ben nu trouwens bij de tank. En hij gaat even koffie voor me halen. Zo lief. Ik heb voor de verandering iets anders op mijn lippen gedaan. En ik vind het echt heel erg mooi. Normaal heb ik echt een beetje zo'n roze tint. En dat vind ik ook echt super mooi. Oh, daar komt Nessie hoor. Daar komt Nessie. Hij wil bijna spugen op straat. Ik zag jou, jij wil bijna spugen op straat. Jij was pixel aan het sparen, eerlijk. Wat heb je het over, man? Dankjewel. Zo, zit hier wel wat in? Ja, ik heb een kleine cappuccino gedaan, weet je oh, goed? Oh nee joh, is goed zo, dankjewel. Zo, ondankbaar, wow. Jij wil spugen net op straat, eerlijk. Ik heb ook gespugd. Ik zag hem dit doen. Ja, sorry, maar ik heb slijm op mijn neus. Viespeuk. Hoe nou jongens, we hebben een nieuwe baan. Deze auto is zo krap voor ons, als deze hem één keer beweegt. Nou, ik vind hem wel gewoon leuk hoor. Ik voel me nu wel echt een beetje claustrofobisch hoor. Ik voel me zo'n Fransman. Ik vind echt, ik krijg hier echt claustrofobie van. Het is echt, zeg maar, ik heb geen space gewoon. Maar, het is zo klein en je hebt geen space. Kijk hoeveel ruimte je hebt bij je voet, man. Maar dat had ik ook een tijdje toen jij die Jeep had. En toen moest ik opeens in mijn eigen auto, die BMW. Toen voelde ik ook alles op me afkomen gewoon. Van het dashboard dan een beetje. Kijk hoe mooi schermpje en zo. Kijk zijn stuur hoe klein die is. Kleine stuur, hè? Zo, wij zijn net thuis. We hebben even boodschappen gedaan bij de Albert Heijn. Want we hadden vandaag even na heel lange tijd weer aardappelen eten. Soms heb je dat. Wij eten echt bijna nooit aardappelen. Maar vandaag gaan we even een stampotje maken met gehaktballen, asperges, alles erop en eraan wat we echt, waar we echt gewoon zin in hadden. En dan gaan we echt zo Hollands eten. En toen keek ik in het postvak, toen we dus net thuis waren. En toen was er dus een pakketje bezocht bij de buren. Ik heb het net opgehaald en ik heb dus weer een pakketje van boe.com. Dus ik ben er echt heel erg blij mee, want ik weet precies wat erin zit. Even kijken. Ik heb namelijk nog meer sleehakken besteld. En even kijken. En een blazer volgens mij. Wat ben je aan het doen? Wat? Ik ben aan het schillen. Hij is aardappeltjes aan het schillen. Moet je wel wassen, hè? Een beetje vies wat jij aan het doen bent. Ik heb hierin gedaan om te wassen. Piespuk. Ik heb dit bezet dat ik dit heb gedaan zonder dat jij tegen mij hebt gezegd dat ik het moest doen. Goed zo, maar we hadden al de taken verdeeld in de supermarkt. Ik zei, ik ga de vaat doen, want jij wilt sowieso de vaat niet doen. En jij gaat altijd leukere dingen doen. Dus altijd het eten voorbereiden. Zal ik je straks leren hoe je alles moet maken? Waarom? Ik help toch gewoon. Hoezo dan? Ga je niet koken, alleen maar schillen. Schillen en zo. En ik ga de gehakt voor jou maken. Zo leuk. Zo lief. Lief hè? Zo, ik ga dit allemaal even uitpakken. Dinar is lekker aan de keukentafel aan het helpen. Hier, help hem mee. Oh, oh. Nou, Dinari, kom dan. Oh, het lekker zeg. Mwah. Oh, het moet je openbelicht. Niet doen. Dus nu bezig met de vaat en zo. En
Goed dan, altijd hoor. Als de mannen meehelpen, dan doen ze gewoon half werk. Hij zit nou gewoon de gehakt te kruiden. Leuk, hè? En dan vraagt hij me al drie dingen onder zijn shirt waar ik gewoon bezig ben met deze mes hierachter. Wow. Wat wil je nou hebben? Een ei. Kijk, hij wil nou een ei hebben. Maar hoeveel ik denk, jij zit hier. Alleen... Jij zit hier. En de koelkast is hier. Handen je kan toch gewoon even een ei pakken? Handen hier, een ei. Eén ei. Een ei geel op alles. We hebben hier gehaktballen door Mr. Nessim gemaakt. Zien er goed uit hoor, Nes. Dat big one is funny. Uitjes, straks voor bij de gehaktballen. Oh, ik kom er niet uit. Aspergetjes hebben we hier en hutspot gaan wij erbij maken. Ik heb hier echt zoveel zin in. Hebben wij trouwens nog... Oh ja, hier. Oh ja, tuurlijk. Hutspot. Kan ik straks we hebben, deze speciaal gekocht omdat we een keer hutspot gingen maken, weet je wel? Klopt. Bordjes opgeschept, maar meneertje, ja hoor, meneertje moet het nou net iets beter doen altijd, hè? Altijd is mijn bord echt zo fucking lelijk naast die van jou. Maar ja, dit ziet er toch heerlijk uit, jongens. Ik heb hier zoveel zin in, niet normaal. Ik ga stuk kijken naar stuk. Echt, Nessim kan echt zo mooi borden opmaken. Zo, ik zit inmiddels in de auto. Ik heb me lekker een beetje opgefrist. Ik heb een trainingspak aan. Ik moet zo in een schakenbak rijden. Ik ben echt benieuwd of het me gaat lukken. Vorige keer ging het op zich best wel oké. Maar er is natuurlijk een andere auto. En iedere auto... Ja, ik vind sommige auto's gewoon helemaal niet zo soepel rijden. Maar goed, ik ga dus even naar Honey. Ik heb even eten meegenomen naar haar. En ik ga even een koffietje drinken. Dat is een beetje de planning. Nessim is nu heel erg druk met editen. Ik ben al klaar met editen. Maar hij is nog een paar uurtjes bezig. Dus dan kan ik even naar Honey toe. Nou, jongens. Het is me niet gelukt om de auto al in te starten. Ik kwam thuis weer aan. Ik ging weer naar huis na 10 minuten. En Nessim schrok zich wel. Hij dacht weer dat ik een paal had geraakt of zo. Maar nee hoor, ik kreeg hem gewoon niet gestart. Waarom zijn wij zo? Ik heb gewoon mijn sokken. Hallo. Nou, we zijn hier samen, want het lukte me niet alleen. Wat is nou verkeerd? Wat is nou fout? Nou, ik doe gewoon de sleutels zo erin. Ja. Ja. Dat meen je niet. What the fuck? Even serieus. Oké, dat lukte net niet. Oké, maar je moet sowieso een rondje met me rijden, want ik moet deze auto een beetje ondervinden. Wat hebben we gedaan? Ik weet het eigenlijk ook niet wat ik heb gedaan. Nou, ik vind je echt heel nee, raar hoor. Nee. Ik moest helemaal van boven naar beneden komen omdat jij zegt ik krijg hem niet gestart. Dan kom ik hier en dan start hij gewoon. Ik kreeg hem echt niet gestart. The fuck? Nou, dat was een wonder. Miracle in the man. Maar jij moet zo even een rondje mee doen. Hoor. Kijk, hallo, is nog. Deze auto is raar man. Ja, hij koppelt heel kut man. Oh mijn god. En hij is ook snel. Zeg maar, hij laat me niet echt koppelen ook gewoon. Zie je. Dat is wel raar, die ging gelijk even starten. Waarom ben je zo raar aan het kijken? Oké. Okay. Oh mijn god, ik ben een beetje bang voor deze auto. Ik vind deze auto niet zo fijn. Oh. 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 Ik was even vergeten inderdaad, ik moest schakelen. Hou je maar vast, jongen! Jongens, ik ben veilig aangekomen. Ik ben net thuis. En zoals je kan horen is Nessim weer even lekker aan het bellen met zijn vrienden. Ik zweer het lekker soms net wijven hoeveel ze bellen met elkaar. Dit is echt ongelooflijk. Wil ik hem voer geven, gebeurt dit gewoon. Lida, kom maar lieverd. Je moet het daar even eten, kom. Oh, oh, oh. Sorry. Oh. Ik ga maar even daar eten, ik ga opruimen. Shit. Iemand heeft zin om het in de avond op te ruimen, jongen. Zo, even snel opgeruimd. Waarschijnlijk zal ik morgen overal nog kattenvoer vinden. Echt shit dit, man. En het stinkt ook gewoon naar kattenvoer hier nu. Bah. Het is alweer... Ik ben zo aan de late kant. Ik vind mijn laatste... Die vlog is echt gaar. En ik heb ook echt het gevoel dat ze echt heel kort zijn. Ik heb ze nog niet geëdit. Maar goed, dat zie ik dan wel. En morgen heb ik wel iets heel erg leuks op planning. En dinsdag ook. Dus dat komt weer helemaal goed. We hebben weer een beetje volle vlogs. Dat is ook de reden waarom ik nu naar bed ga. Omdat ik morgen heel vroeg op moet met Nessim. En we hebben een leuke planning. Maar dat zien jullie dan morgen wel. Nou, het is zo gaar om het dan een dag van tevoren al te zeggen. Wat ik dan de volgende dag ga doen.
Ik hoop in ieder geval dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En dan zie ik jullie morgen weer. Wat ik morgenavond wel ga doen, is deze lelijke wimpers fixen. Daar ben ik heel erg blij mee. Doei!